Hallo, jij kijkt naar een nieuwe podcast en het is bijna 11 oktober en dat betekent Coming Out Day. En in alle grote steden worden vlaggen overal opgehangen van die regenboogvlaggen, regenboogzebrapaden. Maar in Katwijk is altijd een discussie of die vlag nou wel op het gemeentehuis mag hangen of niet. En iemand is er klaar met die discussie en die heb ik hier bij me. Hey. Hi. Vertel, je frustreert je ergens aan. Al enkele jaren stoorde ik me aan dat gedoe rondom het hijsen van die vlag. En dan lees je al die comments op social media en dan denk ik, ja, we zeuren wel met z'n allen hierover. Ik ga wat doen, ik hang hem zelf lekker op. Dus, precies. Ja. Dus... wij zijn eigenlijk ook al best wel een stad geworden, toch? Ja, vind ik wel. Ja. Dus eigenlijk zou je willen zien dat ook de gemeente de vlag ophangen, et cetera, dat het hier ook helemaal vol staat met regenboogvlaggen. Ja, dat idee had ik wel. Ja. Dus ik heb er iets meer had ik er besteld. Ik denk, nou, misschien doen wat vrienden mee, maar het is een beetje uit de hand gelopen. Hoeveel mensen doen nu mee? Bijna 70. 70 mensen, dat betekent op 11 oktober gewoon zo'n 70 huizen of zo met deze vlaggen. Ja, zeker. Dus daar ben ik heel blij mee. Superleuk. Ik wilde ook graag een oproep doen naar sportverenigingen en scholen om er ook één op te hangen. Om het ten eerste te uiten van iedereen is welkom en wie of wat je ook bent. Niet zozeer met homoseksualiteit of lesbien of dat soort dingen. Het is het hele pakketje, dus hoe je ook wilt zijn, zo mag je jezelf profileren en iedereen is welkom. Ja, precies. Dus, en ik denk dat je het daarmee mooi op de kaart zet, al is het maar om een discussie te starten of om even het item te bespreken op school. Of in. Loopt jouw actie nog, jouw eigen actie? Ik heb er nog een paar liggen, dus... een handje vol, dus wie alsnog een vlag wil, die kan hem nog bestellen. Via Facebook moet je zoeken. Maar wij hebben ook een actie. Wij hebben 30 van dit soort mooie vlaggen. En wij gaan op 11 oktober langs scholen en langs verenigingen, of misschien wel dagen ervoor ook nog, om deze vlag samen met jullie op te hijsen. En doe nou niet zo kut en doe gewoon lekker mee. Vind je ook niet? Ja, helemaal mee eens. Dus 11 oktober kom ik bij naar jullie toe. Somebody wants